De zee is als een hoer. Ze ligt voor je groot en nat. Nou, als hier kan die overal, ja? Moet je weten waar je aan begint. Duik je er toch nog even lekker in. Maar de zee is ook een dure hoer. Ze trekt je mee in de lange zog. Op zee moet je niet lopen homoën. Van verdorie vlekje of Jezus mijn nagel. En de zee is ook niet voor scheidluizen. Van gewoon met hoge golven. En wat gaan we schuin. En wat verwaait mijn haar. Mag ik hier neerleggen? Kom dan. Helemaal goed. Het is de toren die je veilig haalt. Van de vis wordt je betaald. Je bent ook echt de boterman, jij, hè? Ja. Zie je het? Ja, jij ziet het aan je. Zeebenen, hè? Als jij dat achtertrosje pakt. Ja. Ja. En dan om die lantaarnpaal hierheen. Goed plekje hier. Ja, hè? Ja. Ja. Tweede huis? Ja, heerlijke plek. Ja? Man, al het water hier, moest je kijken. Je zwaait s'morgens die deuren open, je kijkt in één keer over het meer. Dat is toch geweldig? Ja. Ja, we zijn hier heel blij mee. Het is echt een helemaal topplekje. Jij woont in Groningen. Ja. Dat is hier helemaal niet zo heel ver vandaan, toch? Nee, ik rijd vanaf mijn huis in Groningen hier. In de hoek staat is een parkeerplaats, want dit is op een eiland. Ja. En dan rijd ik hier een kwartiertje, 10 minuutjes rijd ik hier naartoe. En dan ben je helemaal buiten ben je. Want het is net of je, weet ik veel, een ander land zit. Maar de meeste mensen die een tweede huis hebben, die gaan toch niet een kwartier om de hoek zitten? Nee, maar dat wilden wij ook niet. Maar toen, ik was hier een keer met een bootje aan het varen, toen zagen we dit. En toen zei een vriend van mij, dit is te koop. Ja. En toen zei ik tegen mijn vriendin van, nou, dit moeten we hebben. En dit is helemaal een plek, ook om te werken. Ik zit in de winter zo veel, ontzettend vaak hier, gewoon lawaai te maken. Hé, hey, weet je wat we gaan doen? Nee! Ik wel. Lama's gaan vechten. En kijken wie er wint. Wow, ik hoop dat ik van deze gevaarlijke ridder kan winnen. Het is wel de gevaarlijkste ridder die ik ooit heb gezien. Oh, wat komt dat slecht uit. Bloed, bloed. Ogen, plop, plop. Sperrips, hersens, blauw. Nou, plop. Je bent geboren ook in Groningen, hè? Ja. En je bent hier altijd eigenlijk blijven wonen. Ja. Wat maakt deze plek zo bijzonder voor jou? Ja, ik vind de stad gewoon heerlijk. Het is een groot dorp. Alles is lekker overzichtelijk. En ik ken de mensen goed. En het zijn nuchtere mensen, weet je wel. Gewoon, doe maar normaal. En alsof ik dat altijd doe. Ja, ja. Echt de prototype van een normale man, ja. Maar nee, ik voel me er gewoon thuis. En ik reis heel, heel, heel veel. En dan vind ik altijd leuk om in Groningen terug te komen. Het is een lekkere stad om terug te komen. Daar weer een paar dagen te zijn. Ik voel me er senaan. Groningen, even. Ik moet even wat tegen jullie. Ik moet even serieus. Nou, jij? Ja, ik. Even, ja. Groningen, wat zijn jullie een tering publiek? Ik zweet me helemaal de bilnaad. Ik zou zeggen, Groningen, je moet heel goed zo doorgaan. Leuk! Zal ik even uitleggen waar ik zo pissig ben? Ga ik daarna weg, ja? Ik stond net hier, ja? Met de rug naar de Zwarte Ridder. Ik zag de Zwarte Ridder niet. Nee, bad. De Zwarte Ridder pakt een pistool, ja? Hij richt, ja? We zien het allemaal. En er is niemand die even roept, bed achter je, ridder! Gisteravond de hele zaal, kijk eruit, hij heeft een pistool. En vanavond allemaal lekker gevreten, allemaal op parkeerplek. Laat ze maar doodgaan, ik vind het jammer, het was niet nodig. Wie heeft jou eigenlijk toen de tijd geïnspireerd dat jij dacht van nou, dat ik vind dat cabaret gewoon iets fantastisch om te doen? Nou, weet ik niet wie mij gisteren. Ik vond de Engelse humor toch wel altijd geweldig, hoor. In die tijd had je natuurlijk Bram en Freek en Donkey Shocking en Ivo de Wijs. Maar dat waren niet zo mijn voorbeelden. Want wat ik doe is eigenlijk cabaret. Ik ben een entertainer, een idiote clown. En daar waren niet zoveel voorbeelden van. Maar ik vond het gewoon leuk. Ik vond het zo mooi om een zaal aan het lachen te maken. Dat vond ik zoiets briljants om te doen.
En ik dacht, nou, dat zou wel leuk zijn. En ik denk, ik ga het tot mijn 30ste proberen. Als dat niet gelukt is, ga ik iets anders doen. En, maar ja, dat zo fantastisch zou worden, dat is natuurlijk een droom. Dat is geweldig. Maar ik had nooit gedacht dat het mijn beroep zou worden. Ik denk, ik blijf het voor de lol, blijf ik het ernaast doen, weet je wel. Maar het, het is echt gek dat het zo gegaan is. Vond ik wel leuk, ik denk, dat zeg ik gewoon. Even een klein geurtje op, dan ben ik even helemaal weer de wink. Acquaregio, Giorgio Armani. Kost het nog moeite zeggen, spa. Je moet ook weer durven. Ah! Zeg, mag misschien nog iemand zo even spoken? Moeten. Ik moest verdomme hard in te hard remmen. Ik moest verdomme zo hard remmen. Moet je kijken, de hele fiets is gewoon naar zijn klote, man. Ik zag de eerste shows van Herman van Veen in Carré. En ook Toon Hermans ook in Carré. En bij Toon dacht ik ook, god, die doet bijna niks. Sloopt hij zo'n heel Carré. En bij Herman van Veen dacht ik echt, die kroop over die stoelen. En die danst op het podium, die hupt over het podium. En toen dacht ik van, nou man, wat gebeurde hier? Ja. En toen dacht ik, nou, dit lijkt me wel fantastisch. Maar was zo'n Toon dan bijvoorbeeld echt een voorbeeld voor je? Ja, wel, Toon, jawel. Toon, dat, ik, met die bek van hem en dat met die onzinnige teksten gewoon... Zo de zaal slopen, dat vond ik, ja, ik denk, oh, dat zou mooi zijn, zeg. Ja. Maar je hebt inderdaad ook verschillende vormen van cabaret, hè? Er zijn ook heel veel cabaretiers, hè? Zeker met Freek ook in die periode. Die hebben toch een bepaald engagement, hè? Ja. Dat is even belangrijk voor hun. Ja. Bij Toon was dat minder belangrijk. Helemaal niet, ja. Nee. Ja, precies. Dus, nee. Maar, en heb jij ook bewust voor die vorm gekozen dat je liever die kant op wilde? Of? Ja, want ik had met, met Cabaret Filter hadden we een mix van gang. Kijk je uit? Oh, god, begint het alweer, zeg. Ongelooflijk. Het kan ook nooit een keer normaal gaan. Nou, ik zei toch sorry. Ja. En wie's huis is het nou? Ja, nee, dat is waar. Al wil ik hem door eraan flikkeren. Ja, ga je gang. Nee, we hadden met Cabaret Groep Filter hadden we een mix tussen engagement en idioterie. En telkens als ik iets stond te vertellen, toen ging het over bootvluchtelingen en over nou ja, wat voor crisis allemaal en oorlogen. En altijd als ik het stond te doen, dacht ik van ja, wat sta ik hier te doen? Er zijn mensen die dat toch wel veel beter kunnen. Ook als de mensen dat al niet weten, wat sta ik hier nou te verkondigen? Ik kreeg altijd een beetje allergische reactie van het feit dat ik iets stond te verkondigen. En ik dacht, nee, ik voelde me er nooit goed bij. Dit doe ik graag. Nee, ik heb heus mijn meningen en dingen, maar dat hoef ik niet op podium te verkondigen. Nee. Nee, maar is het een bewuste keuze geweest om voor die vorm te kiezen? Ja, absoluut. Ja. Ja, gewoon... Eerste soloprogramma's hadden nog één of twee liedjes die nog toch wel ergens over gingen. Ik dacht, oh, het gaat weer ergens over. En, ik wilde dat toch één serieus nummer in het programma zit, zodat je straks wel naar huis gaat met het idee van, nou, die visser heeft beste boodschap in zijn programma, beste. Toch één serieus nummer in geweest, zodat je straks inderdaad wakker wordt vannacht en dat je tegen je partner zegt van zo, Demieter, moet toch even over het programma Vissen nog hebben, want zo... Gozer is goed bezig gewoon. Die moet even serieus komen. Het liedje heet... Fout in de oorlog, dankjewel. Ja, ook direct zo'n onderwerp waarvan je zegt, hij durft wel, hij pakt wel gewoon kan hem wel niks schelen. Hij pakt gewoon dus die gewoon op. Dan gaan we zeggen fout in de oorlog. Fout in de oorlog. Gaat over om Dirk. Fout in de oorlog. Het was in 43. In de klas van juffrouw Schier. Dirk met zijn domme kop. 1 plus 1 is 4. Fout. Je hebt nooit de behoefte gehad om inderdaad echt een boodschap over te brengen. Never. Maar is het dan wel cabaret? Nee, ben je cabaretier? Nee, dat ben ik ook niet. Nee. Ik vind cabaret nog altijd wel... daar moet nog een stuk engagement in zitten. Nee, entertainer ben ik. Ja. Clown. Godverdikke, mis krijgen we nou, man. En ook mensen met oppas thuis gewoon eerlijk zeggen waar je zo vroeg thuis bent. Niet van meneer Visser had geen materiaal meer. Nee, we hebben meneer Visser gewoon dood laten gaan. Nee, ik vind het heerlijk boos worden om iets als iets. Of heel onnozel. Het is ook heel leuk om te spelen. Iemand die heel erg zijn best doet, maar waar het niet bij gaat lukken. Zo'n bloemschikman of zo'n weet ik wat. Dat is natuurlijk een mannetje die,
die heel blij met zijn hobby bezig is, maar waar, je ziet al aan die man. Nou, dit wordt, ja, op het moment dat hij opkomt, weet je al, dit gaat niet goed. Je verwacht het niet, hè? Hey Bert, nadat je solo bent gaan spelen, dat heb je natuurlijk in eerste instantie voornamelijk hier in de regio gedaan, in Groningen. Ja, ook, maar ook wel, we zijn ook wel naar Goes geweest en Amsterdam en Rotterdam en Maastricht. En er zat ook helemaal, maar helemaal niemand. We waren in Goes en er was een barkeeper en die zei, het begint om 9:30. Dat was het inmiddels 10:30. Ik zei, nou, moet nou toch wel beginnen, ik moet nog terug naar Groningen. En die belde gewoon een vriend op, er zaten 4 man. Aan de bar en die draaide zich dan wel even fatsoenlijk om. Maar ja, dat waren, toen ben ik wel eens in huis gereden, dacht ik van Amsterdam op 4 avonden, 0. Ja? Niemand, en helemaal niemand. En ik, telkens uit de deur van het theater kijken, komt er nou helemaal niemand. Er was 1 man die kwam langs, die kwam een kop koffie drinken, maar die moest naar een damclub of zo, weet ik veel wat. En die kwam helemaal niet voor jou. En toen heb ik wel eens gedacht, toen ik terugreed naar huis, van jezus, is dit wel, moet ik hier wel mee verder. Ja. Dus ik moest 4 dagen zaalhuur afrekenen, mijn hotel afrekenen en mijn benzine. En ik kwam iets van 1200 gulden lichter, kwam ik terug naar Groningen. En je had geen voorstelling gespeeld? Geen voorstelling. Heb je ook echt niet gespeeld? Nee. Omdat er geen hond was? Nee, 1 barkeeper aan het begin van het zaaltje. Hé, Groningen, ik ken het niet echt goed. Nee. Kun je mij het een beetje laten zien? Wou je een beetje rondkijken? Nou, moet ik ook zeggen, ik rij vaak te snel. Ik bedoel, onder de 300 doe ik er niet voor. Ja. Ja, want bij 200 slaat hij af. Iets met de bougies. Ik kan niet vinden. Nou ja, dan komt er heel wat politie achter je rij. Politie, weet je wel. Moet je stoppen. Nou, dan stop je en dan ben je ook niet eerlijk. Want je bent heel aardig tegen die agent. Die agent komt naar je auto toe lopen. Jij doet nog heel snel de gordel omslijmen. Ja. En dan ben je heel aardig tegen... Dan zeg je tegen die agent. Oh, agent. Reken snel. Potverdorie. Nee, u heeft gelijk. Dat mag ik niet doen. Nee, ik moet gestraft worden. Voel je vet, stoute bed. Nooit meer doen. Waar we ook op gaan rijden of in gaan rijden, het gaat hard, heb jij beloofd. Het gaat, ja, het gaat vloeiend hard. Okay. Ja. Oh, goed zeg. Spannend. Je hoeft niet naar Toscaan eigenlijk helemaal niet. Nee. Dat is hier ook gewoon mooi. Dit is toch een beetje Toscaan, Toscaan van Nederland. Ja, dat zeg je heel mooi, Frank. Je kunt dingen zo mooi zeggen. Ja. Ik ben jouw vader, die is hier in Hoge Zand, is die opgegroeid. Geboren en getogen, ja, ja. In dit park is ook heel belangrijk, want dit boek, Appels in het Park, gaat over dit park. Ja, het Oosterpark inderdaad. Is in Groningen, zou je eens een klein stukje willen voorlezen? Ja, leuk, nou het is lang niet gezien, ook leuk om dat weer te zien. Even kijken hoor. Ja, dit zijn verhalen, dit zijn korte verhalen die zich hier afspelen. Ik probeer het, hè? Ja. De mooiste tiet, heet het verhaal. Jan Panman zat aan deze kant tovel en tegenoverom, over de andere kade, zaten de heren van de fabriek. De directeur en de voorzitter van de ondernemersraad keek naar het mehoniehouten tovelblad in tiet dat meneer van personeelszaken daar in het midden had staan. Oeh, wel moeilijk nog, hoor. Nou, mooi. Maar ik ben wel heel blij dat hij hier nog zo populair mee geworden is. Dat is de grote liefde, korte verhalen schrijven. Ja. En dat hij daar zo waanzinnig populair mee is, vind ik wel te gek. Dat hij dat allemaal nog heeft meegemaakt. En jouw vader heeft jou ook nog in Carré gezien? Ja. Moeder net niet meer. Moeder heeft wel meegemaakt dat het doorging, dat het geboekt was. Die overleed net te vroeg en hij zat natuurlijk met tranen in de loge van Carré. En dan staan we daar naar champagne op het podium staan drinken. En dat was natuurlijk helemaal... Als zij gingen vroeger, logeerden ze bij familie in Haarlem. En dan gingen zij naar Toon Hermans en Zonneveld en weet ik wat allemaal in Carré stond. En er staat ineens een kleine bedje daar op het podium. Een bedje daar. Nee, mijn vader was echt helemaal... Echt, die zat met tranen in de ogen in de loge. Stond kleine Bertje al wel tussen de schuifdeuren ook voor zijn ouders een show op te voeren? Nee, maar ik was wel van verkleden en van gek doen en idioot doen en grappen uithalen. En dat, mijn moeder had was ik 7 of 8, had mijn moeder blokjes kaas had ze neergezet achter zo'n doorgeefluik had je nog. Zo'n, van de keuken naar de woonkamer. En dan fraaide ik al die blokjes kaas op en dan lag alleen nog prikkertjes. Of ik deed Lego blokjes aan die prikkertjes. En dan mijn moeder het luik opende en dan lag ik alweer in bed. Hoorde mijn moeder, potverdomme, hoe komt het? Ik was er wel in voor gein en wat idioterie thuis. Dat vond ik wel heel leuk. Ja. Hebben jullie een lichtbad?
Wij hadden vroeg, heb ik heel erg mijn moeder meegetraind. Ik was een jongetje van 4 of 5 en dan moest ik in bad. En dan zei ik tegen mijn moeder, zei ik van... te warm, te warm, te warm, te koud, te koud, te koud, te warm, te warm, te warm, te koud, te warm, te koud, te warm, te warm, te koud, te warm, te koud, te warm, te koud, te diep, te diep! Ik heb de gekte van mijn moeder, de idioterie van mijn moeder. Oh ja? De vrolijkheid heb ik van mijn moeder, absoluut, ja. Mijn vader en mijn broer zijn meer de literair geïnspireerde mannen. Maar de rustige. Ja. Ja. Maar nog eventjes terug, zeg maar, dat jij gaat vertellen, pa, ik wil de cabaret in. Ja. Nou, dat wilde ik altijd wel, maar ik zei op een gegeven moment ging ik al naar huis. En ik zeg, nou, ik ga het nou definitief proberen. Ik ga voor de klas vandaan. Ik stop er eerst mee. En als ik het niet ga proberen, dan wordt het niks. Als ik nou, kijk, je kunt natuurlijk niet meer... s'nachts om 3 uur uit Rotterdam terugkomen en in de stad Groningen om 7 uur of 8 uur weer voor de klas staan mogen. Dat gaat niet. Dat is nee. Één keer leuk, maar niet. Er waren toen zoveel voorstellingen. En ik heb tegen mijn ouders ook gezegd, nou, ik kan het komend jaar goed, gewoon goed van leven. We gaan dit verdienen en we hebben zoveel voorstellingen. Dus we moesten het maar doen. En ze waren allebei, ook mijn vader ook, die heeft heel, heel vaak gezegd van, nou, fantastisch, fantastisch. Verdomme dat je dat hebt doorgezet. En misschien omdat hij zelf vroeger wat kans heeft laten liggen. En dat hij dacht van, ja, maar verdorie, mijn zoon lukt het wel. En dat, ja, misschien dat er ook een beetje achter zou. Of kan ze laten liggen, maar in ieder geval, dat hij dat misschien iets eerder willen beginnen met het schrijven, maar... Mijn vader was een beetje type, oh, dat vind ik zo moeilijk om te doen. Ja, het is je eigen vader. Nou, doe het gewoon. Ja, zal ik het doen? Ja, doe maar, dank je. Nou, ja, ik maak een beetje tempo, hoor. Nou, ik doe het gewoon. Mijn vader was een beetje type van, hey, lekker wijf, hey, In jouw voorstellingen komen je ouders ook regelmatig voorbij. Ja. Die komen er niet zo best vanaf. En als ze dan bij de première in de zaal zaten, dan zaten er 300 bekenden omheen. Die wezen ook allemaal zo een beetje zo, je zit er zo. Ja. Dan zag je mijn vader en moeder ook echt zo, oh god. Maar dat is allemaal gelogen. Allemaal. Ik heb een fantastische ouders gehad, een fantastische jeugd. En ja, ik zeik ze behoorlijk af in het programma. Wow. En mijn moeder was zo gestrest als banaan. Mijn moeder liep de hele dag door het huis, want ik zit hier zo gezellig. Door mijn vader. Zeg maar rust, een hele gekke familie. Hoe ging de familie Visser op vakantie? Vissertjes gingen... mijn eerste herinnering gaat, was ik 4 of 5, had mijn vader een oude legerkever gekocht. Zo'n groene kever uit het leger. Die hebben laten spuiten, of heeft hij zelf geschild, weet ik eerst meer. En een lawaai en een rook. En daar gingen we eerst naar Italië, Oostenrijk. En dan ging familie Visser ging dan het dorp uit. En dan 3 weken weg en het dorp weer in. En iedereen wist wanneer we vertrokken en iedereen wist ook wanneer we aankwamen. Want echt, dat ding, oh man, bang, bang, knal. En dan, want dat ding was helemaal volgeladen? Volgeladen en natuurlijk oud stok, oud afgeracht. Maar we gingen, oh, en daar een heel klein open kadeetje, maar we gingen overal naartoe. Maar dan ging je kamperen? Ja, we hebben heel veel gekampeerd, Frank. Dan moet bovenop die rugzak, moet daarboven moet een tentje, toen nog met die stangen. Daarboven moet een slaapzak en daarboven moet zo'n rolmatrasje, zo'n campingmatrasje. Die slapen zo lekker. Ach, zo wie dat nou toch allemaal. Ik 3 weken te keutel op zo'n matrasje. Ik heb thuis een Alping van 18.000 piek. Zo'n matrasje. Ik heb thuis een Alping, als ik aan een touwtje trek, word ik gelanceerd. Geweldig bed. Nou, trek in die temper, dan zijn een touwtje en dan pleurt hij elkaar. Ik vond het helemaal niks. Ja, ik was een klein snotneusje en dat vond ik kamperen natuurlijk hartstikke spannend. Ik heb het pas afgezworen toen ik eind 20 was. Heb ik het hele zooi aan mijn broer gegeven. Maar toen had ik ook een paar nare kampeerjaren achter de rug. Alles zeiknat. En ik had gewoon centjes om ook een klein pensionnetje te nemen. Een hotelletje. En toen ik dat eenmaal had gedaan met mijn eigen toiletje en mijn eigen badkamertje. Dacht ik, ja, maar dit is toch wel veel leuker. Ja. Dus toen ben ik... Dan zit je lekker in de Côte d'Azur en peren tapenade op een beetje van rucola's laten vreten. Zo, nou ken ik je weer. Ja, als voordat je dat hebt gemaakt op een eenpittertje. Ben je er klaar voor? Heb je enig idee hoe zit hier systeem in? Opzetschema. Wat straalt er een geluk uit deze cabaretier? Huis van 2 miljoen, zijn de tent op de zet. Doe. Nee jongen, we gaan 5 sterren hotel, joepie. Nou, maar dit is niet zo slecht, hè. Hoppa! Nou, dit noem ik een stukje gezelligheid. Als dit geen gezelligheid is, dan weet ik het niet. Dit noem ik een stukje gezelligheid. Thank you.
Bert, jij hebt nogal een voorkeur voor slechte grappen. Ja. Ja, maar dat zeg ik dan ook zelf op het podium. Als je een hele foute grap zegt, dan zeg ik ook tegen oh, wat een slechte grap. Welk getalletje hoort er niet in thuis? Wat denk je? Wat grap je? Wat zeg je? 25? Oh, is fout. Ah. Maar dat is ook een mooie prijs. Oh. Jongens, zet maar weg die Alfa Romeo. Hoppa. Oh, vuurrood. Zo. Nee, het is 25, zei u. Nee, dat hoort er wel in thuis. Nee, het is 31, die hoort er niet in. Het is heel makkelijk. Dit zijn namelijk allemaal nasi-gerechten. Dat is een bami-gerecht. Zijn er grappen die te slecht zijn? Dat je denkt, nou, dit is zo slecht, ik kan gewoon niet. Jawel, die doe ik ook niet. En ik probeer, tijdens de try-outs probeer ik alles uit. En daar zit er wel grap in. En dan doen wij ventilatiegrappen. Dan hoor je alleen de afzuiging van de zaal, hoor je. En dan zitten 500 man. En niemand die gaan er dan ook wel uit. Ik vind een geintje altijd wel leuk. Even geintje hoor, ik sta op de aarde. Ik sta nou op de aardbol. Ja, op de aarde. Geintje hoor, ik sta op de aarde. Geintje, let op hoor, geintje. Dat ik zelf ook draai. Oh, wat slecht. Oh. Nou zeggen er wel eens mensen. Die zeggen allemaal leuk en aardig wat die vissen doet. Maar het is wel een beetje een trucje. Nou, nee, het is geen trucje. Het trucje zou zijn als ik het... ik vind dat het laatste programma waar ik heb gespeeld... Het is altijd bij vissen die het speelt. Maar ik vind het laatste programma al veel beter dan de vorige. En... het is Bert Vissen, net als Tommy Cooper en John Cleese. Dat zijn ook die hebben ook een eigen humor, heb ik ook. Maar ik probeer het niet. Ik probeer absoluut niet dat het op een truc lijkt. Of dat het op de automatische piloot gaat. Ik probeer mijn stinkende best te doen. Alle energie erin gooien om een mooi programma te maken. Begrijp je net als mensen het roepen? Ja, natuurlijk. Er zullen mensen in de zaal zitten en zeggen... Ja, maar dit lachje en dat loopje en dat sprongetje van Vissen kennen we nou wel. Ja, dat zal dan wel. Ja, nee. Als ik het zelf zou gaan denken, dat wordt nu een trucje, het wordt nu een automatisch iets, dan zou ik ook acuut stoppen. Dan hou ik er ook mee op. Dan, ja. Nou, bijvoorbeeld, ik heb in mijn programma een tijdje gehad, 4, 5 programma's geleden, zei ik, vertel. Ik vergeet iets. Oh, wat jammer. Gewoon enthousiasme, het is warm en dan, oh, wat jammer. Echt, ik vergeet iets. Wat vergeet je dan? Nou, een nieuwsgierig clubje, hè? Of zou ik het niet vertellen? Jawel, vertel! Ging het hele land ging dat. Iedereen nu nog. Als ik iemand zie, is het vertel, Bert. En dus mensen zeiden, oh, dan moet je het volgende programma weer doen. En ik had ook een programma daarna, en zelfs 2 programma's daarna, zeiden mensen, nou, je doet het hele vertel niet meer. Of die drukke man, die generaal. Dat allemaal met dit. En nou, dat doe ik absoluut niet meer. Ik weet dat ik daarmee scoor, maar dat doe ik niet meer. Ik, dat komt er nooit meer in. Dat ken ik heus de laatste meters, ken ik heus wel lang. Maar dat is nou mijn man, dat is het allemaal, dat is het allemaal, dat is het niet meer nodig heb. Die snor kriebelt een beetje. Ik maak er even wenkbrauwen van. Dan gaat ik hier zometeen, gaat ik hier van de stijger. Normaal doe ik dat onder begeleiding, maar dat is het allemaal, dat is het allemaal. Dan ga ik daar, houd ik een klein verhaaltje over de oorlog. Dat zou dan mooi zijn, dat mijn man, dat vindt niemand dat hij dat allemaal alleen kan. Als je toch Bert Vissen zegt, dan zeg je toch automatisch bloemschik. Ja, ja. Dat is een beetje, ja, your claim to fame. Ik zag een paar mensen van u kijken met een blik van, meneer Visser, ik weet niet wat ik moet, ik weet niet wat het is. Kom, ik vraag het aan de vis. Vis, wat gaan we vandaag precies doen in de klushoek? Dames en heren, we gaan vandaag bloem schikken. Oh, leuk, Bert. Oh, snel. Begin, man. Snel. Vertel. Niet te snel. We schrijven mee. Iedere cabaretier heeft wel zo'n... Ah, ja, dat weet je wel typisch dat. Sinterklaas bij Toon Hermans en de Gartbal. Ja, dat was ook wel het was ook dat alle grappen en het hele type, alles klopte daarin. Het was wel een heerlijke scène om te doen ook. Nou, wat hebben we verder nodig bij bloem schikken? De bloemetjes. Heel goed. Oh, Bert, we leren we veel. Dames en heren, en we kennen natuurlijk allemaal, laten we eerlijk zijn, het basisprincipe van het bloemschikken. Nou, dat weten we wel, maar we hebben betaald, dus vertel het nog één keer. Nou, het basisprincipe, dames en heren, van het bloemschikken is dat we altijd de boel schuin afknippen of schuin afsnijden. Echt waar, het mag met een schaartje, het mag met een mes, ik doe het even met een schaar. Als we nogmaals de boel maar schuin afknippen, dames en heren. Je verwacht het niet. Je denkt, hij doet dat en dan doet hij dit. Dat vind ik wel een van de scènes waarvan ik denk, ja, dat is, die is goed gemaakt. Alles klopt daarin. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Schikt het? Nee. Ik weet, je bent 48 nu, 25 jaar in het vak. Nog 25?
ik vind het nu nog veel te leuk. Ik vind boven televisie, boven wat dan ook, vind ik het theater maken nog het allermooiste wat er is. En dat blijf ik dan, nou ja, dat blijf ik voorlopig doen ook. Proost. Zo, wat een dag zeg. Lekker wijntje trouwens. Dat is ook een wijntje, ja. Is het de Italiaanse wijn? Ja, 18.000 euro per fles. Oh, dat is geen geld. Maar ben je een Bourgondisch type? Ja, ik hou van erg lekker eten en van goede wijnen en goede sigaren. Dat vind ik, ja. Ik werk me helemaal de pleuris en daarbuitenom moet ik toch wel een beetje van het leven genieten, ja. Ja? Ja, jij helemaal niet, hè? Nee, jij houdt nee, ik ben van... totaal geen Bourgondisch type. Nee. Van vanmorgen nam jij, nou, wat nam jij? Twee plakjes tomaat en een kiwi. En een kiwi. Ja. Vous parlez français? Un peu. Un peu. Oh jee. Jennifer, een surprise. Een surprise pour vous. Pardon? Oh. Jennifer, hé! Oui, oui. C'est cadeau du Tricastin. C'est vin de 1908. 100 1908. C'est importé par Albert I. C'est vrai. Mais c'est yummy, ce n'est pas des drapes. Non, Jennifer, ce n'est pas des drapes. Alors, un moment, s'il vous plaît. Un moment. C'est yum, hein? Un moment. Oh, merde. Mon pont, mon brug. Oh, voilà. Moi, écoutez, prouve un peu, moi. Oui, parce que c'est très important de prouve. Un moment, s'il vous plaît, Jennifer. C'est une bonne bouquette. C'est yam yam. Oui, c'est vraiment yam yam. Ce n'est pas les drapes, c'est yam yam. Voilà. C'est un bon vin. Un moment, s'il vous plaît. Alors, Jennifer, pour vous. Alors, un moment, s'il vous plaît. Non, Jennifer. Oh, quelle une belle. Santé. À votre santé. Salut, messieurs, mesdames. C'est 5 minutes et droog. Un moment, s'il vous plaît. Gezellig, hè? Un moment. Oh, pardon. Oui. Gezellig. Un moment, s'il vous plaît. Pas de paniek. De liefde. Ja, Bert. Man. Wat is de liefde voor jou? De liefde is mijn vriendin. Dat is wel het toppunt van liefde. Ja. Ja? En mijn zoon. Ja, dat is ga ik. Ik heb. Toch aardig wat vriendinnen gehad, maar ik ga voor mijn vriendin, Pien, die ik al 10 jaar ken. En Mink, mijn zoon van 4 jaar, ja, daar ga ik voor door het vuur. Je hebt inderdaad wel een aantal vriendinnen gehad. 173. Ja, op de kop af. Ja. Nou, heb ik een hele grote muil. Ik ben natuurlijk wel eens een paar keer gedumpt. Laten we eerlijk komen. Ik wil geen... Ja? Ja, wat dacht je natuurlijk. Ik ben ook wel eens uitgeflikkerd. Maar... Ja? Waarom? Nou ja, gewoon ook te onrustig en te veel met je vak bezig en te egoïstisch. Want het is natuurlijk, je bent... Ja, heel egocentrisch. Je bent natuurlijk altijd met jezelf bezig. Hoe maak ik een mooi programma? Hoe vinden de mensen me leuk op het podium? Weet je wel, dat is voor een partner niet leuk, hoor. Dat is niet... Niet te hachelen. Nee, nou, niet te hachelen. Is dat Haags? Ja. Nee, niet te hachelen. Maar... Waarom is Pien het dan nu helemaal? Wat? Tot mijn 40's heb ik rondgeklooid en nou, toen Pien ontmoet. En dit is te gek, ja. Ja, en je hebt nu een zoon met haar? Ja. 4 jaar, ja. Mink? Mink. Het is een hele goede kameraad van me. En ik had hem vanavond nog aan de telefoon. En dan, papa moet gauw terugkomen. En dan gaan we morgen weer leuke dingen doen. Ja, het is wel mijn ventje. Ja. Het is goed, nieuwe energie is erbij gekomen. Dat vind ik, ja, ik ben heel, heel blij. Ik wilde nooit kinderen, maar ik vind het toch, ja, ik vind het fantastisch. Ja, hartstikke ja. Leuk, ja. Mink is voor het eerst gaan kijken naar papa, hè? In Carré. Ik dacht, hij houdt het 5 minuten vol, maar hij heeft het 3 kwartier volgehouden. Toen moest hij echt weg, want toen begon hij echt te babbelen. Wat papa nou, wat zie je nou, wat gebeurt er nou? Maar hij heeft het nog over. Dat papa lag in het bed en papa mocht niet roken. En dan kwam de verpleegster aan. Ik vond het... En met name omdat in diezelfde loge zat mijn vader 6, 7 jaar geleden. 7 jaar geleden. Die is inmiddels overleden. En nu zat mijn zoontje er. Dat is een hele nieuwe generatie. Dat vond ik wel heel bijzonder. Toen ik opkwam, ik was na 10 minuten ook kwijt, maar toen ik opkwam dacht ik wel, nou zit mijn kleine man daar. En 7 jaar geleden zat mijn vader er. En nou, dat vond ik wel heel bijzonder hoor, de kleine man er was. Ja. Zullen we proosten op je zoon? Nou, laten we dat maar doen. Ik ben wel moe trouwens. Maar, hoe zit het met jouw kinderen? Wordt dat nog wat? Dat wordt op de duur zeker wat. Ja? Maar ik zit nog in de fase waar jij 20 jaar geleden in zat. Het komt wel. Okay. Nou, gooi die tent dicht, ik ben kapot.
Gek of zo. Spijt. Nou, slaap lekker, Bert. Welterusten, Frank. God aan de dag. Trusten. Slaap lekker. Jij ook slaap lekker. Zoen. Lekkere zoen. Slaap je al? Nee, jij? Maar krijg ik morgen het ontbijt, of niet? Wat is er nou weer? Hoe ontbijt? Ja, ik wil bij mijn ontbijt. Je hebt net een halve schnitzel naar binnen. Nou ja, ik maak het ontbijt. Indische rijsttafel, 9 uur morgenochtend. Oké. Met 15 schaaltjes. Kleine dingetjes gewoon. Kleine, gezonde dingetjes. Katjan, wat is een seizoen? Ah, maak het wat jij wil. Oké. Mag je nou uit? Ja, wel rustig. Wel, dat zeg ik nou van het hele kamperen. Nou, begrijp je die hele scène van mij nou? Ja. Ja, heb je nou door? Notabene, s'nachts in Griekenland regen. Dus dan mag ik de tent uit om zo'n tankgreppel om de tent heen te graven. En u laat een mooie pissen, flik jezelf in die greppel. Sta je met je mamaloe in de modder. Helemaal niks. Ik zeg nou nooit meer dat mijn programma nergens over gaat. Nee, het gaat wel degelijk ergens over. Je hebt inhoud. Ja. Je hebt een boodschap. Het is geen trucje. Klopt. Maar nou ga ik aan de Indische rijsttafel, als je niet erg vindt. Ja, zullen we dat binnen doen? In dat huis van 3 miljoen. Ja, zullen we dat hebben? 5 miljoen, hè? Oh. Juist. Opa. Heerlijk. Ben jij een echte ontbijter? Ben jij ja. Ik ook, hè. Heel lekker, ja. Vooral die tijd. Proost. Een paar voorstellingen geleden ben je begonnen met het dragen van rode schoenen. Ja. Waarom heb je dat gedaan? Waarom heb ik dat gedaan? Dat is heel lang geleden dat ik met rode schoentjes begon. Ik vond dat heel leuk en ik kon het natuurlijk nooit vinden, dus ik kocht dan de bruine schoenen en die schilderde ik, die verfde ik zelf helemaal rood. En later heb ik ze gewoon laten maken. Het is nu allemaal handgemaakt. Maar waarom ik ermee begon? Ik wilde er een keer mee ophouden. Ik dacht nou een keer wat anders. En toen had ik Toon Hermans aan de lijn. En Toon Hermans die zei van, die belde, dat hij een voorstelling had gezien op tv. Ik was natuurlijk helemaal vereerd. En die zei als een van de eerste zinnen, zei hij, het is al leuk als je opkomt, je hebt die rode schoenen aan. Dat betekent dat het al een klein beetje feestje wordt. Dat moet je zo laten. En toen dacht ik, ja, misschien is het ook wel zo. Door hem draag ik ze nu nog. Sindsdien is het een soort handelsmerk geworden. Ja, precies. Met dank aan Toon Hermans. Met dank aan Toon, absoluut. Een beetje jouw voorliefde inderdaad voor een beetje voor die tragische types. Hm. Het dragen van rode schoenen. Dat is ergens ook wel een beetje clownesk. Ja. Ja. Is dat inderdaad wat je ook leuk vindt? Hm. Ik vind die combinatie wel heel mooi. Om een keten te lellen op het podium. Dus feest te maken op het podium. Maar ik vind het ook altijd wel een ander stuk ontroering in te gooien. Zoals een slaapliedje wat ik had en dat soort dingen. Ik vind het ook wel mooi om even weer... Ja. Even een soort, ja, het is het tragicomisch een beetje. Ja, dat zit er wel in die programma's. Dat vermoeden had ik al. Het is om te lachen. Het is een ontzettend lach, maar af en toe is het ook leuk als je de zaal hoort zeggen van, als zo'n mannetje mislukt is, dan heeft de zaal toch wel weer een beetje, ze vinden het heerlijk dat hij mislukt is, maar ze vinden het ook wel weer een beetje zielig. Ja. Ja. Moet ik nog ergens gaan trekken, Bert, of laat ik dit aan jou? Ik moet zelf eerst eventjes een voorbereiding voor de... Jij nog een stukje? Een aantal uur met je doorgebracht, Bert. En het valt mij mee hoe druk jij bent. Want het is natuurlijk, op een podium is het niet te harde. Het is één brok tempo energie. Ja, nou, iedereen denkt dat ik thuis sta te huppen, te springen en zo krankzinnig loop te doen. Nou, dat is
Daar ben je gek, zeg. Maar waar komt dat dan vandaan, die tomeloze energie? Nou, dan wil ik gewoon dat podium op en dan branden. Gas. Ik wil het pakket van de toneelvloer wil ik ruiken. Ja, ik weet niet wat het is. Gaan. In tegenstelling tot andere cabaretiers, zeg je ook zelf, ben jij niet een cabaretier of een komiek die andere mensen afzeikt? Nee. Nee, waarom niet? Nou, ik zeik nu wel mijn schoonmoeder af en mijn familie af, maar dat is natuurlijk allemaal gewoon bedacht, dat is allemaal verzonnen. Maar nee, ik heb geen behoefte om... Nee, ik vind het wel ietsje te makkelijk. Nee. Het is trouwens niet helemaal waar, hè, met dat afzeiken, want... Laten we eerlijk zijn, Inimini is nooit meer dezelfde geweest naar de dingen die jij erover hebt gezegd. Ja, Pino en Inimini. Oh, die was ik alweer vergeten. Ja, ja. Je raadt nooit, nooit wie de zwanger is. Moet even plassen. Ik ben geen Inimini. Na een goede gangbang met Pino en Tommy. Hallo. Hey, die Tommy, die zie je maar tot hier, hè? Maar het is geloof ik wel weer goed gekomen met ze. Ja? Ja, ik heb ze gebeld en ze waren een aantal jaren van slag. Maar het is weer goed gekomen, ja. Maar er was er nog een, die was ook genadeloos, de sigaar. Oh, jezus, nou gaat het komen, hoor. Anneke Greunlo. Anneke! Brandend zand, hè? Wacht even, hoor. Brandend zand. Grunlo, is dat met omlaag? Ik weet niet eens, Grunlo? Of Grunlo? Ik weet het niet eens, Grunlo. Gewoon streep erdoor. Grunlo. Volgens mij was Anneke Grunlo in dit stadium van het liedje al totaal hop, hop, hop en hop, 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 hop. Een lieve meid, maar ze was hier helemaal weg. Jongens, wat zingt ze dan nou? Brandend zand en een verloren land en een leven vol gevaar. Brandend zand beroof je bijna van verstand en dat alles komt door haar. Nou, maar Anneke heb ik daar... Die heb ik later wel weer ontmoet en die had zelf tranen met tuiten. Ze vond het echt geweldig. Ja? En ja, dat vond ze helemaal niet erg. Doe jij af en toe in jouw voorstellingen, zing je zelf natuurlijk ook best wel wat liedjes. Ja. Maar dat nipt toch en het schuurt toch ook wel behoorlijk tegen opera aan. Ja, maar het verschil is met mij en een operazanger. Tussen mij en een operazanger is dat als ik één brul geef, kan ik een week niet meer praten. Heb je ooit zanglessen gehad? Ook? Nee, nooit. Nee. Maar je hebt een behoorlijke strot. Ja. Er komen af en toe hele lange, zuivere noten uit. En dan denk je, nou, god, die vissen kan aardig zingen. Pest je het weer met een of andere stomme grap erachter. Ja, dat is ook hartstikke geestig, maar het is ook wel zo. Nee, maar ik ben altijd heel verlegen als ik zing. Dan denk ik, ah, weet je wel, nu moet ik... Dat is ook slordig. Dan maak ik me ervan af met een grap, inderdaad. Ik val voor jou. Met heel mijn hart en ziel val ik voor jou. En ik moet dus ooit eens een programma maken of een cd maken of wat ook met gewoon mooie liedjes. Ain't nobody, come nobody. Is nobody to see, what's the worry, it's circus, why don't you hurry, it's circus, and it's for free. Ik heb af en toe wel eens bij gastoptredens liedjes gezongen en dat iedereen, ook de meeste, veel mensen wel zeiden van, nou, dat moet je vaker doen. En, nou, wie weet komt dat nog, ik ben nog iets te verlegen voor. Ja, is dat ja, verlegenheid? Ja, nog niet echt durven. En ik heb je lief. Hallo, ik heb je lief, hallo, ik heb je lief, hallo, hey, hallo, ik heb je lief, hallo, jij mij ook.